als je op de set komt, is het duidelijk waar je rekening mee moet houden, is dat je allemaal naakte piemels ziet, naakte borsten, naakte toverdoosjes en toverstafjes. Dus daar moet je zeker rekening mee houden. En je moet zeker niet preutsen. Om niet in de Nederlandse pornowereld te gaan werken, zou ik niet doen. Omdat ik er natuurlijk al ben. Dus dan maak je weinig kans. Nee, eigenlijk omdat er geen geld te verdienen is hier in Nederland. Omdat de mensen eigenlijk misschien niet heel erg glamour zijn. En ik denk dat dat toch eigenlijk wel de grootste redenen zijn. Waarom ik wel in de porno-industrie zou moeten werken, dan is het omdat je mij kan ontmoeten, misschien met mij kan werken. En omdat het eigenlijk gewoon één grote familie is. Het is super gezellig. Bobby, wat doe je nou?